Heeft u zin in vandaag? Ik heb er wel zin in. Ja. Wel erg vroeg voor mij. Ik heb vannacht nog gewerkt. Dus, maar ja, goed, het is voor de goede zaak, hè. En met stropdas in CDA-kleuren gaat het naar Arnhem, waar de demonstranten al staan te wachten. Ik weet dat u een voorstander bent, maar ik hoop dat u samen ook met mij en met anderen ervoor blijft vechten dat ook het CDA ook in de toekomst tot 2040 brede lagen in de bevolking kunnen aanspreken van allerlei gezinten. Ja, maar natuurlijk. Ja. En plankenkoord? Nou, nee, valt wel mee. Valt wel mee. Dus, je toespraak klaar? Die heb ik in mijn hand. Laat het zien. Wel een beetje een doktershandschrift, maar... Dan heb je alvast een sneak preview. Hoppakee. Maar het blijkt bij de sneak preview te moeten blijven. Want het CDA-congres moet aan de lunch. En daarom kunnen de moslim-CDA'ers niet meer het woord doen. Worden wij hier mond doodgemaakt? Ik zit hier al een half uur te wachten. Dit zijn toch PVV-tafereel? Nou, je mag niet het woord voeren, hè? Nee, ja, helaas. En nu? Nou is het gewoon even... Ik moet even verwerken. En dus geven wij Ibrahim de kans op tv een deel van zijn verhaal te doen. Een partij die zo anti-moslim is, trapt me op mijn ziel. Wat zou u doen als u moslim was? Zou u al die haat en beledigingen zonder slag of stoot accepteren?